Ja, we zijn terug aan tafel met Jeroen Dijsselbloem en Lex Hoogduin. Dank voor dit verhaal. Technisch monetair verhaal over rente, inflatie en wat dat betekent voor Europa. Ik zou graag de vertaling willen maken met jullie naar wat dat dan betekent voor de EU in het bijzonder. Meneer Dijsselbloem, meneer Hoogduin zegt net, eigenlijk zijn die enorme staatsschulden, die zijn eigenlijk het allergrootste probleem. Hij zegt Griekenland 270%, Italië 160%. Bent u het daarmee eens? Ja, dat is een immens probleem. Toen ik de eurogroep leidde, maakten we ons al zorgen over een schuld van Griekenland voor 180% van het BNP toen. Dus zelfs ik, en ik ben dus dit soort getallen wel gewend, zeker in deze landen, maar dan schrik ik toch weer als ik dit hoor. En zeker in het scenario waarin op een gegeven moment de rente eigenlijk zou moeten gaan stijgen, omdat de inflatie al gaat stijgen, is de grote vraag eigenlijk, ja, hoeveel buffers zijn er nog? Bij wie? Want hebben overheden nog instrumenten in hun gereedschapskist zitten om daar iets aan te doen? Heeft de ECB nog ruimte om daar iets aan te doen? Of krijgen ze de politieke ruimte om daar iets aan te doen? Dus dat is een heel somber scenario. Ja, want Lex Hoogduin zegt, die rente kan eigenlijk niet mee, want dan worden die staatsschulden volstrekt onhoudbaar. Ja, dat klopt. En antwoordend voor een deel op wat Jeroen Dijsselbloem nu net zei, ik denk dat de ECB kan dit probleem niet oplossen. Die kan die schulden niet verkleinen. Dat moet uiteindelijk komen van gerichte aanpak van de gezamenlijke overheden. De kans dat dat gebeurt is heel erg klein, denk ik. Omdat het voor niemand aantrekkelijk is. Als je de route kiest van een deel van de schulden kwijtschelden, dan betalen wij, als de landen met lagere schulden betalen de rekening. Als het voor een deel toch weer moet komen van bezuinigingen, ja, daar zitten ze in Zuid-Europa. En in andere landen die het betreft niet op te wachten. Dus het meest waarschijnlijk is, denk ik, dat we zullen, noem het maar, voortmodderen. Dat we doorgaan op de weg waar we op zitten. En dat de ECB zo lang mogelijk zal proberen die rente laag te houden. En zolang de inflatie niet op dat niveau is waar ze het eigenlijk op willen hebben, ja, kunnen ze ook doorgaan met die rente laag houden, de staatsschulden op te kopen. Omdat dat dan in het verlengde ligt van wat ze moeten doen om de inflatie omhoog te krijgen. Ja, u heeft natuurlijk veel ervaring opgedaan met de casus Griekenland, hè? Lex Hoogduin zegt, herstructureren, ergo bezuinigen, dat is geen optie. U heeft gezien waar dat in Griekenland toe leidt. Ja, maar om even dat beeld te corrigeren, de schuld van Griekenland was voor aan het begin van de eurocrisis al boven de 100%. Het tekort in de begroting van Griekenland was min 15%... toen op een gegeven moment de cijfers werkelijk op tafel kwamen. Ja. Dus ik zeg het elke keer, leg ik het toch maar weer uit. Veel van de bezuinigingen die in Griekenland inderdaad nodig waren, naar mijn oordeel, waren alleen al nodig gewoon om de problematiek die aan het begin van de crisis er was aan te pakken. Je kunt niet, een land als Griekenland, zeker niet in de onzekere tijden van die eurocrisis, kan niet met een tekort van 15% verder. Er is niemand die het land wil financieren. Ja, maar u heeft ook een boek geschreven over die periode. U heeft uiteindelijk achteraf, zo een jaar of twee geleden wel gezegd, die aanpak met Griekenland, daar ben ik eigenlijk van mening over veranderd. We hebben ze eigenlijk een beetje te hard aangepakt. Nou, niet om mijn straatje schoon te vegen. Mijn kritiek zit vooral op het eerste programma. Daar zat de gekkigheid in. Ja, de tekort was 15%. Maar toen werd bijvoorbeeld als voorwaarde gesteld voor noodleningen dat ze binnen 3 jaar dat tekort moesten hebben weggewerkt naar -3. Want dat was de Europese norm. Ja. Binnen 3 jaar. Dus toen is echt in krankzinnig tempo en met een enorme ruigheid het mes erin gezet. Ja. Ik ben zelf verantwoordelijk geweest voor het derde programma. Dat zat wel echt anders in elkaar. Veel meer nadruk op structurele hervormingen. Veel meer zaken naar voren gehaald in plaats van de pijn steeds maar weer uitgesmeerd. Dus we hebben wel gaande die eerste, tweede, derde programma's gelukkig dingen geleerd. Een van de dingen die in het begin is gebeurd. Maar wacht, we hoeven niet Griekenland helemaal precies te gaan. Ik dacht dat u daar. Nee, nou, wat ik interessant vind is natuurlijk dat Griekenland zo goed laat zien hoe die weg van bezuinigingen en structurele hervormingen, hoe lastig die is, hè, zoals u ook net al noemde. Dan is de andere weg een oplossing voor dat structurele probleem van de euro en de ECB en de EU, is schuldenkwijtschelding. Hoe realistisch is dat? Want dan belanden we in een transferunie. Nou, in feite zijn er 5 manieren.
En meer zijn er niet. Vijf manieren om iets aan een schuldenprobleem te doen. Het eerste is wat we noemen financiële repressie. Dat is eigenlijk de rente kunstmatig laag houden. Dat gebeurt al. Ja, dus je kunt twisten of het nu financiële repressie is, of die rente ook niet laag moet zijn, omdat de ECB de inflatie op wil krikken. Maar als de ECB daarmee zou doorgaan, als ze eigenlijk de rente zou moeten verhogen, dan is dat financiële repressie. Dus dat is één manier. Want als de rente nul is, dan heb je nooit een schuldenprobleem. Tweede manier om een schuldenprobleem op te lossen is door de inflatie te laten oplopen. Maar ja, dat middel is als het ware erger dan de kwaal. Want we hebben niet voor niets met elkaar de doelstelling van prijsstabiliteit. Dus dat valt af. Dan heb je als derde mogelijkheid is herstructureren, kwijtschelden. Dat kost degene, zeg maar, de schuldeisers geld. Vierde mogelijkheid is waarvoor in 2010 en daarna gekozen in het geval van Griekenland. Is in ieder geval ook een stuk bezuinigen erin. En dan ligt natuurlijk liggen de kosten vooral bij het land dat de hoge schuld heeft. En tenslotte heb je, en dat is eigenlijk wat iedereen graag wil, is dat je eruit groeit. Ja. Alleen dat is geen instrument, er is niet ergens een knopje waar we op kunnen drukken. En nu is er groei in Italië of noem maar op. Dus ergens zal er een balans moeten worden gevonden tussen die vier eerdere mogelijkheden waar je eigenlijk de inflatie moet uitsluiten en je eigenlijk die rente ook niet permanent laag moet houden. Dus dan komt het toch neer op een uitwisseling tussen de kosten die moeten worden gedragen door de debiteuren en de crediteuren. Maar beide lijden uiteindelijk pijn. Dat is waarom ik denk dat, ja, dat is politiek is dat heel erg lastig om dat met elkaar te gaan doen. Dus ik denk dat veel eer dat we een situatie ingaan waarin, nou ja, voorlopig is die inflatie nog laag. De ECB zal voort morderen. Wat zei u? Ja. Dus maar kijk, als het fout loopt en we komen in een schuldencrisis, en dat is geen denkbeeldig scenario, dat zou, als jij mij vraagt hoe ziet de volgende crisis eruit, denk ik ook dat dat een grote schuldencrisis wordt. Dan denk ik dat schuldherstructurering echt een van de serieuze opties zal worden. Dat is politiek nu onbespreekbaar. De president van het Europees Parlement heeft deze week gepleit om schulden gewoon weg te strepen. Een Italiaan. De Italiaanse regering heeft onmiddellijk gezegd, nee, dat gaan we niet doen. We gaan ons uit de problemen groeien. Ja. Nou, oké, dat hoor ik liever dan het wegstrepen. Maar als het echt fout gaat, is het onvermijdelijk. En dan moet je dat op een goede manier doen. Je kunt gewoon de schulden van landen herstructureren. Dat hoeft niet per se de meest vergaande optie te zijn. Namelijk, we strepen de hele schuld weg. Je kunt hem ook herstructureren door aflossingstermijnen, door de rente nog lager, noem maar op. Dat hebben we met Griekenland gedaan, hè? Dus even nog de casus. Griekenland was niet alleen maar bezuinigen. Griekenland heeft heel veel noodleningen gehad tegen ongelooflijk, zeker voor Griekenland, zachte voorwaarden. Ja. En wat de Grieken nu day-to-day zeg maar kwijt zijn aan hun staatsschuld, is het laagste in heel Europa. Dus er is geen land in Europa die minder kosten heeft jaarlijks aan zijn staatsschuld op dit moment dan Griekenland. Simpelweg omdat de schuld is geherstructureerd door ze veel lagere rente, lange termijnen, et cetera, te geven. Nou, ik denk dat als een land als Italië in een volgende crisis misschien in de problemen komt qua financierbaarheid, dan wordt de herstructurering van de Italiaanse staatsschuld echt een issue. Een groot deel is nu al in handen van de ECB. Dat maakt het tamelijk explosief ook in Noord-Europa. Maar ik denk dat dat onvermijdelijk wordt. Ziet u dat ook, dat uiteindelijk de oplossing zal zijn? Ja, ik denk dat uiteindelijk inmodderen? Ja, ik denk dat het uiteindelijk de oplossing is. En dat het ook de rationele oplossing is. En combinatie van schuldherstructurering, schuldkwijtschelding. En natuurlijk toch ook een bijdrage van die landen zelf. Zowel in de beroemde, beruchte structurele hervormingen. Maar ook zorg toch zelf een bijdrage te leveren aan een houdbare begroting. Maar dit is de enige weg eigenlijk die nog open ligt. Is dat een wenselijke weg? Want ik heb ook gelezen dat u eigenlijk de afgelopen 10 jaar steeds meer bent gaan twijfelen aan eigenlijk wel de houdbaarheid van de euro op zichzelf. Ja, nou, kijk, ik vind dat het zou verreweg het beste zijn als nu de koe bij de horens zou worden gevat en we niet doormodderen. Er zijn verschillende manieren om, zeg maar, om die schuld weer houdbaar te maken. Eén ervan is dat je met elkaar gaat naar een budgettaire
unie en gezamenlijke schuld uit, uitgifte. En dan gooi je alle schulden op één hoop. Die consolideer je dan, zoals dat heet. En daar kan bijvoorbeeld een regime bij horen dat landen zelf niet meer mogen lenen. En dat is wenselijk, zegt u? Nou, dat is een van de scenario's, want daar zitten politieke aspecten aan. Of je dat wil of niet wil. Of je het langs die weg wil doen. Maar wilt u het langs die weg doen? Nou, ik zelf zou een groter pakket willen. Want mijn vrees is een beetje dat... Kijk, zo'n pakket zal weer een uiteraard moeten zijn, zoals ik net zei. Tussen aan de ene kant vraag je iets van... Laat maar even Italië noemen, maar er zijn een rijtje andere landen. Vraag je van Italië om zijn begroting op orde te brengen, een aantal structurele hervormingen te doen. En in ruil daarvoor zouden wij dan zijn wij bereid een deel van jullie weg te strepen. Of... dat in 1 euro schuld onder te brengen, wat andere operaties, maar op hetzelfde neerkomt. Het risico voor ons vanuit Nederlands perspectief is dat we een dergelijke uitruil natuurlijk al vaker geprobeerd hebben. En dat dan men incasseert, zou in dit geval heel graag incasseren, dat er eurobonds komen en vervolgens komt er niets terecht. Van die herstructureringen. En dan komen we terecht in wat dan heet een transferunie. En dan zullen wij voortdurend geld naar ze over moeten maken om te voorkomen dat de zaken niet uit de hand lopen. En dan zijn we duur af. En dus mijn idee zou zijn dat we een soort verzekeringspolis in zo'n deal zouden moeten hebben, waarbij we de mogelijkheid zouden hebben op het moment dat dit toch weer onverhoopt fout gaat. Dat we dan kunnen zeggen, nee, wij stappen nu uit de euro, we blijven in de EU. Want we moeten niet uit de EU gaan stappen. Zowel om politieke redenen niet als om redenen van vrijhandel niet. Interne markt. Dat zou heel dom zijn, denk ik. Maar wel de mogelijkheid te hebben om niet in een transferunie terecht te komen. Even naar Dijsselbloem, deze twee dingetjes. Is een transferunie iets wat we ten koste van alles moeten vermijden? Nee, helemaal niet. Ik denk dat we heel eerlijk moeten zijn dat die transferunie bestaat al lang. Dat zei ik overigens als minister ook wel eens in de Tweede Kamer. Daar werd iedereen heel boos. Ook in de kerk natuurlijk. Ja, want het is de eerste soort politiek taboe op. Dat mag je niet zeggen. Maar ik heb in de Tweede Kamer gewoon gezegd en ook verdedigd. Ja, we hebben een transferunie. Dat zit al in de wijze waarop de Europese begroting nu werkt. Daarvan kun je nog zeggen die is klein. Maar dat zit ook in feite hoe de euro werkt en het ECB-beleid werkt. Zitten allemaal transfermechanismes in. Of ze optimaal zijn, nee, maar die zijn er. Nu met het Recovery Fund, daarvan gaat een veel groter deel naar de landen die zwaar getroffen zijn door COVID, dan naar Nederland zal gaan. Ik vind dat zeer legitiem. Ik ben overigens ook heel blij dat er voorwaarden aan worden verbonden. Want ik geloof wel dat je dit soort deals moet maken. Het blijft altijd duwen en trekken. En je zal altijd discussie houden met Italië. Ja, wat is dan een goed hervormingsprogramma? Maar ik hoop dat de commissie ook zijn rol weer pakt en... Die landen kunnen alleen geld krijgen uit dat fonds. Of, dat geldt ook voor Nederland trouwens. Alle landen, als je een hervormingsplan neerlegt. De commissie moet daar wel de serieuze hervormingen die nodig zijn... moet wel zeker stellen dat die maar daarvan zegt meneer Hoogduin, dat hebben we gezien in het verleden. Je incasseert wel het geld, maar de hervormingen blijven uit. Dus ja, dat zou naïef zijn. Nee, ik ben daar optimistisch over. Ik denk dat als je terugkijkt op de eurocrisis, toen ging het wel ruig. Dat is natuurlijk het verwijt wat de eurogroep ook steeds kreeg, hè? Top-down. Maar er zijn in tal van landen, als onderdeel van het programma, het reddingsprogramma voor Spanje, voor Portugal, zijn hervormingen doorgevoerd in het pensioenstelsel, in de arbeidsmarkt. Kijk, vanuit Nederlands perspectief vinden wij een pensioenleeftijd van 62 nog steeds veel te laag. Maar als je bekijkt waar sommige landen vandaan komen, zijn daar dus echt stappen in gezet. De structurele werkloosheid in Spanje is nog steeds hoog. Maar de arbeidsmarkt functioneert nu al wel beter dan dat hij voor de financiële crisis deed. Daar zijn stappen in gezet. Ik ben daar... Ik zou de Italianen en een aantal anderen... Het gaat niet alleen meer over Italië. Die kans willen geven. Maar ik zou wel een soort verzekeringspolis willen hebben. Als het onverhoopt toch weer niet lukt om er dan uit te kunnen stappen. Maar over de, ik iets over dat voorstel zeggen. Mag ik dan eerst iets over de transferunie? Dan mag hij iets over de muntunie zeggen. Ja. Kijk, het is waar dat er natuurlijk al transfers plaatsvinden. Maar het gaat om
nogal wat extra. En als ik een van de varianten neem, stel dat we de schuld op één hoop zouden gooien. Hè, dan zou dat betekenen dat de schuld nu van het eurogebied als geheel is 100%, iets meer zelfs, van het BBP. De Nederlandse schuld is rond 60%, iets meer dan het BBP. Dat betekent dat wij onze staatsschuld relatief van 60% naar 100% brengen. En dat betekent dat wij over die 40% BBP gaan wij rente betalen. En natuurlijk nu is dat nul. Maar als vaak dat zo, als je een gedachte meteen extrapoleert naar het meest extreme scenario, in dit geval we gooien alle schuld op één hoop, het is buitengewoon onaantrekkelijk gegeven de onevenwichtigheden. Dus zo zal het ook niet gaan. Maar dat kunnen wel, dat wil niet zeggen dat je daarmee een transferunie ten principale moet afwijzen. Die kan ook gewoon in het voordeel van Nederland zijn, dat ook andere delen van Europa het been bijtrekken. Moet je wel met voorwaarden beleggen. We hebben dat ook bij de aanpak van banken gedaan. We hebben op een gegeven moment een aantal risico's van Europese grote banken eigenlijk gepoeld. En die worden geleidelijk meer en meer gepoeld. Maar tegelijkertijd zijn wel de kapitaalsratio's voor alle banken omhoog gegaan. Maar dat kan makkelijk gaan om bedragen van 20 miljard per jaar, die als overdracht van Nederland naar Italië gaan. En ik vind het is een legitiem punt dat je je afvraagt of je dat over hebt voor een stabiel Europa en misschien ook voor een politiek stabiel Europa. Maar ik vind wel dat je die vraag moet stellen en dat moet afwegen tegen het inroepen van de verzekerings. Maar dan inderdaad, meneer Dijsselbloem nog iets over wil zeggen. De exit-clausule, precies. Want meneer Hoogland zegt, ik wil dat alleen maar, die transferunie, als we er ook uit kunnen. Ja, kijk, in het normale leven is een verzekering biedt zekerheid en stabiliteit. Politiek werkt het niet zo. Dus op het moment dat je dit soort verzekeringsclausules gaat inbouwen in je Europese afspraken, zeg van nou, als het de verkeerde kant op gaat, dan kan ik eruit, bouw je instabiliteit in. En zeker op financieel-economisch terrein is instabiliteit niet aantrekkelijk. Niet aantrekkelijk voor investeerders. Die willen weten als ze investeren in een land in de eurozone of die eurozone over 10 jaar nog bestaat. Dat is korte termijn, zegt meneer Hoogendaal, die instabiliteit. Als je uit de euro gaat, is het even moeilijk. Ik denk dat veel ondernemers die naar dit gesprek kijken dat type instabiliteit er op dit moment niet bij willen hebben. En ik denk ook dat er echt lessen te leren zijn van de eurocrisis. Ik ben de eerste om toe te geven dat de eurozone verre van volmaakt is. Het is als een zeer onvolmaakt project gestart. Gaandeweg wordt het beter opgezet, ontstaan er instituties, meer afspraken, et cetera. Maar een kleine handgranaat in de la leggen, deze gaan we eruit halen als het ons niet meer bevalt, creëert enorme instabiliteit. Hè? Dus de verzekeringspolis in politieke termen doet niet wat de verzekeringspolis moet doen. Laten we nog even naar iets anders kijken. Want u zei niet zo lang geleden in het FD, zei u, kijk, wat ik de afgelopen 8 jaar heb gezien is dat we dingen niet meer zo goed kunnen regelen in een verdrag. Die verdragen die worden eigenlijk getreden, de voorwaarden worden niet nageleefd. En ik vroeg mij af, als je zeg maar het verdrag als middel om dingen binnen een unie te regelen, als je dat opgeeft, is er dan nog wel een internationale ordening vorm te geven? Als verdragen betekenisloos worden? Ja, dat is heel zorgelijk. Wat je kunt betogen is dat er eigenlijk een soort implosie gaande is van de regels. Je ziet dat op het gebied van de ECB, hè, niet formeel juridisch, want er zijn allerlei procedures gevoerd die niet hebben geleid tot een veroordeling van de ECB. Maar feitelijk doet de ECB dingen die echt nooit de bedoeling zijn geweest. Als we kijken op het gebied van de begrotingsregels, hè, die zijn niet goed nageleefd. Die zijn nu ook in het kader van de coronacrisis opgeschort. Dat op zichzelf is goed, maar er is geen begin van een exit uit die opschorting. En quantitative easing was ook natuurlijk nooit de bedoeling. Dat is nooit de bedoeling geweest. Ik weet, zoals net gezegd, dat juridisch allemaal niet zo goed aan te tonen is. Maar ik heb erbij gezeten, zeg maar, toen dit allemaal tot stand kwam. Dat heeft niemand zich ooit voorgesteld. Dat het opkopen van triljoenen euro's aan staatsobligaties nog steeds te verenigen zou zijn met het verbod op monetaire financiering. Dat is een godspe. Dijsselbloem, zijn we eigenlijk het verdrag als instrument kwijtgeraakt? Nee, zo somber is het niet. Maar juridische teksten laten zich altijd ook weer uitrekken, indikken, anders uitleggen. En onder grote politieke druk. En we hebben natuurlijk altijd, zeker als Nederland, heel erg gepleit voor de onafhankelijkheid van de ECB. Ten eerste is die onafhankelijkheid echt
overal ter wereld van de centrale bankiers onder grote druk gekomen. De centrale bankiers worden ontslagen in sommige landen, worden onder grote druk gezet om de rente maar laag te houden. Zie Turkije op dit moment. Dus dat is er aan de hand. Maar in Europa is ook iets anders aan de hand. We hebben nu een eurozone die zo groot is en zo divers. Ook diverse opvattingen over wat goed monetair beleid is. Dat was het natuurlijk vanaf het begin. Maar de meerderheden zijn gaandeweg de rit ook veranderd. En Nederland en Duitsland lopen keer op keer in de Governing Council van de ECB tegen een grote meerderheid aan. Een grote meerderheid, hè? Ook waar noordelijke landen gewoon in meegaan. Nou, dat is de realiteit waar we mee zullen moeten dealen. We moeten afronden. Meneer Hoogduin, wat is volgens u een mooie slotgedachte nog om onze kijkers mee te geven? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om met elkaar, zoals ik straks wel even aangaf, echt de bestaande problemen aan te gaan pakken en ons er bewust van te zijn en ook bereid te zijn om daar zelf ook wat voor op te offeren, omdat je er stabiliteit voor terugkrijgt. Mooi. Meneer Dijsselbloem? Ik zou zeggen voorbereiden op een exit-strategie. Want wat we nu doen is zeer uitzonderlijk, echt ongekend. Ook wat overheden doen. Exit-strategie waaruit? Exit-strategie, hoe gaan we nou, zodra er weer ruimte is, weer buffers bouwen? Hoe gaan we staatsschulden weer omlaag brengen? Hoe gaat de ECB gaandeweg die enorme balans weer verkorten? Niet alleen omdat ik dan minder risico's op die balans zie, maar ook zodat de ECB weer de mogelijkheid heeft in de volgende crisis om weer op te kunnen treden. En die mogelijkheid hebben ze op dit moment nauwelijks meer, is mijn beeld. Nou, dus dat is een strategie, tijdig weer buffers gaan bouwen op alle fronten. Oké, helder. Dank u wel voor dit gesprek. Dit was de COFAS Country Risk Conference van 2020. Heel veel dank voor het kijken en tot volgend jaar.